Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa sjaalt uit. Wie het nat maakt, maakt het wel weer droog ook. Einde Bergijkse volkswijsheid. Radio Bergijk. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Vanuit tophoreca-locatie Grand Café Beeks te Bergijk, nu Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Live. Nou ja, dat kun je gewoon ook weglaten, dat weet toch iedereen? Nee, maar goed, het is een gemeentebericht. Ja, dus nou, doe dan even. Maar doe dan gewoon, op het moment dat die kutmuziek weg is, doe dan het gemeentebericht. Ja, nou, daar zit ik toch klaar voor. Ja, goeiedag. Nou, doe dat dan. Ja, goeiedag. Ja, Tedje, is Tony hier tegenwoordig de baas? Dat is hij met. Ja, ja. Ik had nog niet eens goeiedag gezegd, die tune ja. Komt er alweer doorheen. Goed, dames en heren, belangrijk gemeentebericht. Het zit de gemeente tot hier, echt. Nou, ik kan het maar niet voordoen, maar u kunt zich wel voorstellen waar het tot hier is. Want het is aanstaande woensdag, is het natuurlijk verkiezingen voor de provincie. Maar de gemeente die heeft er de buik vol van, want de gemeente draagt ook bij aan de provincie Brabant. Nee. Maar wat doet de provincie Brabant voor Bergijk? Helemaal nee. Niks. Dus de gemeente heeft per decreet uitgevaardigd dat de gemeente zich distancieert van de provincie. En de gemeente Bergijk stapt nee. Uit de provincie. Nee. En het stemadvies aan de Bergijkenaar is ook om aanstaande woensdag niet te gaan stemmen. Nee. Of blanco. Of je reet af te vegen met die stemkaart. En of dan ja, alsnog, weer te schilderen. Of nee, gewoon maar dat een was drol niet het neer te leggen. Dat is het gemeentebericht. Dat even op de tune van het gemeentebericht, alsjeblieft. Dat was dat het gemeentebericht. Nee. Het staat hier groot op de nee. Wapen van Bergijk. Ted, gemeentebericht. Juist. Ja, het gemeentebericht luidt eigenlijk dat de gemeente erachter is gekomen dat op twee mensen na het hele politiekorps, de brandweerlieden, eerste hulp en het verzorgend personeel van Sint-Jozef en de horeca en allemaal lid en zijn pastoor. Van de, en de pastoor lid zijn van de Hells Angels. En Peer, ben jij lid? Ik ben lid van de Hells Angels. Ja, nou, ik ook, maar ik wist het niet. En we schijnen een heel mafieus bestaan te leiden met allerlei criminele activiteiten. En we zijn dus, als het ware, in ieder geval in die zin verboden door de gemeente. Als wel de hele gemeente zelf, want die blijken ook tot de Hells Angels te behoren. Ja, want de gemeente, de Hells Angels hebben bij iedereen een formulier in de bus gedaan. Van als je bent, je totdat je heftig zegt dat je geen lid wil zijn, ben je lid van de Hells Angels. Ja, je mocht een kruisje anders zetten. Ben ik Hells Angel? Ja, nee. En dan blijkt iedereen ja. Nee, het was zo dat als je kenbaar maakte, net als met geen bezwaarregelingen. Hou. Dat je, als je wel bezwaar we maakte. Maar iets anders door. Maar dan kwamen de Hells Angels bij je thuis. Kom er maar doorheen hoor, Ted. Dit was een fout gemeentebericht. Ted, kom er maar doorheen. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. En dan nu een Radio Bergijk gesprek. Een gesprek van Radio Bergijk. Ja, dames en heren, we hebben aan tafel een echtpaar aangeschoven gekregen. Die hebben iets meegemaakt en dat is echt behoorlijk, moet ik zeggen, niet in de koude kleren gaan zitten. Ja, kan je wel zeggen, ja. Echtpaar Smolders. Zij dachten een goede daad te doen door, ja, zegt u het zelf maar, mevrouw Smolders. Sorry, ja, ik kan er nog steeds van om janken, gewoon. Ja. Echt. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Je denkt iets goeds te doen. Ja. En dan word je op dermate wijze op je ziel gestapt. Ja. Door degene aan wie je het goeds meende te mogen doen. Ja. En dan word je op dermate wijze. Ja, word je gewoon je nog kloppende hart uit je borstkas gerukt. Ja. En voor je ogen. Aan flarden gescheurd. Aan flarden gescheurd. Dat je elkaar aan zit te kijken van.
Waar hebben we dit aan te danken? Maar laten we even bij het begin beginnen. U heeft, het is het, hoe lang is het geleden, een half jaar geleden, een jongen in huis genomen. Drie kwart jaar geleden alweer. En die jongen kon ergens naartoe. En u dacht, weet je wat, we vangen hem op. En we geven hem een dak boven zijn hoofd. En dan zullen we zien dat hij... Je wil wat goeds doen. Ja. Je wil wat doen voor de sociaal zwakkeren. Je hebt het zelf goed. Ja. Dan denk je, nou, we hebben het heel goed. We hadden het heel goed. We hadden het heel erg goed. We hadden het echt getroffen. We zeiden echt goed. Met elkaar en met alle omstandigheden hadden we het uitstekend. We hadden het echt goed. Ja. We hadden net een nieuw bankstel ook. Ook nog. En toen zaten we elkaar op een gegeven moment aan te kijken van... we moeten eigenlijk iemand in... we kunnen het eigenlijk... We kunnen eigenlijk wel wat doen voor iemand. Precies. Want u had het heel erg goed. We hadden het echt goed. Het ging toen, drie kwart jaar geleden, hadden wij... Ja. Ik zei wel eens, het gaat ons voor de wind. Ja. Je hebt het getroffen. We hadden echt wind mee. Ja, dus... De zon scheen. Ja, dus laten we voor een ander ook iets betekenen. Voorspoed. Ja. Voorspoed. Het is zo'n drie kwart jaar geleden. Maar toen hebben we ons dus opgegeven om iets goeds te doen voor iemand anders. En toen is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Ja, want toen hebt u iemand in huis genomen, een 17-jarige jongen. Jan. En nu zijn we kapot eigenlijk. Nu zijn we kapot. Want u had het zich heel anders voorgesteld. Ja. Ja, nou, zeg jij het of? Nou, we hadden het goed. Maar we hadden het ook anders voorgesteld. Ja. Ja. Wat had u zich voorgesteld dat eigenlijk? Dat het heel anders zou gaan. Oké. Okay. En hoe ging het? Nou, het was niet zo goed. Het was eigenlijk vanaf het begin... Wind tegen. Ja, ging de wind eigenlijk tegen zitten. Ja. Tegenslag op tegenslag. Wat gebeurde er? Nou, het ging gewoon bergafwaarts. Ja, maar goed, die 17-jarige Jan... die had zich dus zeg maar met gewoon in uw huis... Bij ons gevestigd. Ja, vanaf dag 1 begon alles minder te gaan. Begon eigenlijk... Wat gebeurde er toen? Ja, we werden allebei een beetje misselijk. Al om een sociaal zwakkere te zien eten, vind ik hoor. Ja. Om daarmee aan tafel te zitten. Hij was natuurlijk sociaal zwakker, maar dat kan je iemand niet kwalijk nemen. Nee, want daarom namen we hem ook in huis. Daarom kwam ik. Wilde u iets goeds mee doen? Jij had vanaf het begin had je daar moeite mee? Hij rook ook een beetje. Ja, ja. En dat hij 170 kilo woog, dat hadden ze ons van tevoren er niet bij. Nee, en hij had navenante porties eten. Ja. En als je dat dan zag zitten, zo tegen zijn gehemeld en zijn tanden... want zijn mond ging altijd open. En ja, wat sociaal zwakkeren doen is veel schuimen, hè? Schuimen, ja, schuim, wat was het? Schuim. In twee woorden, maar ook voedsel. Het was gewoon onsmakelijk. Ja, ja, dus u kreeg de wind tegen en hoe escaleerde dat? Hij is al met al een... anderhalve dag bij ons in huis geweest. Ja, ja. Was het nog te lang, die anderhalve dag. Ja, dat vind jij. Maar ik vond dat we het nog een ochtend moesten proberen. Maar ik had het me heel anders voorgesteld. Ja, want hij bleef maar op bed liggen en hij weigerde maar dit. Die ene ochtend heeft hij ons echt het leven zuur gemaakt. Ja. Het begon ons tegen te staan. No. Ja, toen besloot hij... Dus nog het huis niet uit. Toen besloot hij hier geweest is. Ik ruik hem echt nog. Toen besloot u hem de deur uit te zetten, maar ja... U zat daar met 170 kilo onwelwillend vet. Ja, maar we hebben hem gewoon uiteindelijk op laten halen. Ja. Dat had ik me ook heel anders voorgesteld. Oh ja? Ja, ik dacht dat ze meteen zouden komen met een busje. Dat gebeurde niet. Nee, ook nog een halve dag, hè? Nee, een half uur. Och, het leek wel een halve dag. Ja, precies. Maar als het ook tegen zit, dan lijkt alles langer te duren. Tuurlijk. Maar dan hebben we een half uur nog zitten wachten op dat busje. En toen hebben ze hem weggehaald. Ja, ging dat... Dat had ik me ook anders voorgesteld. Ja, want dat ging niet zo soepel. Nee, dat heeft uiteindelijk... minuut of acht geduurd. Voordat hij de trap af was. Ja, uiteindelijk denk je, ja, je doet iemand zijn jas aan en je maar zo ging het niet. Je spijt de spullen erachteraan en dat busje is weg. Ja. En je kan weer een nieuwe start maken, waarbij je weer op voorspoed hopend, die we daarvoor hadden. Ja, dat ging heel erg goed. Daarvoor ging het echt, alles. Maar goed. Er was in ons een enorm welbehagen. Ja. En het is nu heb je toch die herinnering. Nu heb je herinnering aan iets wat we, ja. Ja. Uiteindelijk is hij 36 uur bij ons in huis geweest. Ja. En dat was... Slopend. De zwaarste 36 uur... uit ons bestaan. Ja. Ja. Heeft u nog naderhand iets van die jongen vernomen?
Nee. Dat hij spijt had, of dat hij... Ik geloof dat hij dood is. Oh ja? Ik weet niet zeker, hoor. Ik geloof dat hij verongelukt is, hè, toen... Ja, dat busje is verongelukt. Oh. Ja. Ja, bij ons nog voor de deur, in de straten. Oh, dat is dat ongeluk waar die shovel zo die bus door midden schepte. Ja, die shovel. Ja, het was geen gezicht. En wij hoorden de klap en toen dacht ik, oh, ik ga even kijken. Maar dat had ik me toch heel anders voorgesteld. Ja, want wat u zag was, wat u dacht te zien was... Dat viel tegen, hoor. Ja, het was een halve bus. Nou, je ziet eigenlijk niet zoveel. Lauwe Babi Panga. Ja, je ziet eigenlijk niet zoveel. En dat viel me tegen. Had ik me heel anders voorgesteld. Ja. Want u had die shovel gehuurd. Wij kenden iemand en die zegt, nou, ik ga wel klaarstaan om de hoek met die shovel. Nou, toen zeiden wij van, nou, als je dat zou willen doen, dat zouden we heel erg op prijs stellen. Ja. Want we wilden echt die herinnering uit ons geheugen wissen. Ja. Dus we wilden die jongen ook echt van de aardbodem... Hakken midden, zeiden wij. Precies. En, maar goed, dat hebben we hebben ons alles uiteindelijk heel anders voorgesteld. Ja. En goed, dus bent u van plan om nog eens een keer... Een sociaal zwakker in huis te nemen? Ach, zeker wel. Jawel. Zeker wel, ja. Want het gaat nu weer redelijk goed. Ja, nu gaat het goed. We beginnen weer overeind. Ja, het klimt weer omhoog. Ja, er zit weer een zilveren randje aan de wolk. En je wilt toch wat doen. Maar dan stel ik me wel iets anders bij voor dan hoe het laatst ging. Ja. Want dat had ik me anders voorgesteld. Ja. Nu heeft u dus zich ingetekend op 3 sociale zwakkeren. Ja, we krijgen tegelijkertijd, nu 3 in huis. Zodat die misschien... Ja. Dat het 3-dubbel gezellig wordt, zeggen wij. Ja. Nu kunnen ze met elkaar een beetje... Ja, weet ik veel wat ze doen. Ik stel me er heel veel van voor. Ja. Ja. Nou, dan wens ik u ontzettend veel plezier en succes mee. Ja, dank u wel. Ik had me dit gesprek ook anders voorgesteld. Ja. Ik ook. Ik vond er niks aan, Nee, ik vond het tegenvallen. Nou, dat... Ik denk erover, gaan naar de radio, maar dan blijkt het uiteindelijk... Nou, hangt er altijd een beetje van de gast af. Goed, het echt maar Smolders, die zich inzet... Heel vrijwillig, omdat het ze zelf zo goed gaat. Voor de sociaal zwakkere, loodzware medemens. Is het nu afgelopen? Ik denk het wel. Tijdje, heb jij loodzware, sociaal zwakkere medemens muziek? Vrijdag vindt in Geldrop de voorstelling Huilen mag, lachen ook plaats. Huilen mag, lachen ook is speciaal voor kinderen van de bovenbouw geproduceerd. Kinderen van de bovenbouw met blond haar die een bril dragen... en onlangs iets zijn verloren tussen de 5 en de 10 euro... en op basis van die verlieservaring een voorstelling hebben gemaakt. En dat heel graag aan andere blonde kinderen die een bril hebben van de bovenbouw... die ook met zo'n verlieservaring zijn geconfronteerd, dat willen laten zien. Ben je pas verdrietig als je een emmer vol kan huilen? Is verdriet soms ook grappig? Wat is nog meer een soort afscheid? Dat zijn vragen waar de kinderen hun emoties en meningen kunnen uiten. En de nabespreking zal na de pauze plaatsvinden. Daarna wordt er ook ingegaan op een verhaal dat gaat over andere soorten van verlies. En bijkomende emoties. Dat je dus met emotionele aspecten. En dan gaan de kinderen na de 2. Dan is er nog een pauze en dan gaan de kinderen een eigen vertelstok maken. Dus alle kinderen samen met blond haar en een bril. Van de bovenbouw van de basisschool. Die onlangs een verlieservaring hebben gehad van een materieel voorwerp.
Waar je wel of niet heel erg aan gehecht was, tussen de 5 en de 10 euro, een vertelstok maken. Een dans met djembes maakt de stok magisch. Maar wat als je helemaal niets hebt te vertellen? Ook daar hebben wij bij Huilen Mag Lachen ook een oplossing voor. Wilt u uit in Bergijk? Blijf in Bergijk. Goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eersel met een van zijn regelmatig terugkerende radioreportages. En dit wordt wel een hele bijzondere, mag ik eigenlijk wel zeggen, want ik sta hier op de oude dorpsgrens van Eersel. En op de Eerselse dijk, en daar sta ik bij een grote voormalige varkensschuur. En daar staat nu heel groot op musicalschuur Wilting, voor al uw musicals. En nou, daar hangt een deurbel en ik laat het maar eens gewoon even bellen. Ik hoor wat gerommel. Daar gaat de deur open. Ach, goeiedag. 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 Ja, goeiedag. Voor mij staan, neem ik aan, Edward en Kees Wilting. Ja, dat kan je wel aannemen, ja. Check. Ja. En u bent bij de musicalbroers van Bergijk. Ja. En omstreken, mag ik wel zeggen. Zeker. U heeft uw lust en leven gevonden in het bedenken en maken van musicals. Ja, ja. En ja, we staan. Ik sta een beetje op de tocht. Mag ik even binnenkomen? Ja, ja, tuurlijk, kom maar binnen. Zo. We zijn kwaad. We zijn woedend. Ja, ja, wacht, even. Zijn we kwaad. Ja, altijd kwaad. Maar nou zijn we extra kwaad. Ja, wacht, nou, even rust. U hoort. Kijk, ik word te tillen van woede. Kees Wilting heeft het een en ander op zijn leven, horen we wel. Maar laat ik eerst even omschrijven in wat voor. Ja, dit is werkelijk een betoverende omgeving. Ja. Ik zie, er staan al paspoppen glitterkostuums. Ik zie overal vloergordijnen hangen, te pas en te onpas. Kosten nog moeite hebben wij. Handenvol geld gekost. En ik zie allerlei decorstukken, die zijn dan net echt. Zo, beelden, een helikopter zie ik. Ik zie de voorkant van een schip. Ja. En allemaal van piepschuim. Ja. Want het moet natuurlijk op een toneel net echt lijken. Maar in wezen moet het niet echt zijn. Dat want... is typisch van tonelen. Precies. Het is de verbeelding aan de macht natuurlijk. In de musicalschuur van de gebroeders Wilting. Zeker. Maar we hoorden het daarnet al van u, Kees. Maar ik wil toch even eerst vragen aan Edward. Er is iets wat jullie graag kwijt willen. Ja. Kijk, wij zijn al jaren bezig om het ene musical-idee na het andere tot in de puntjes te ontwikkelen. En dan natuurlijk het piepschuim te gaan figuur zagen. Ja. En aan de tweede al glitterkleding te komen. En wat is nou al die jaren het geval en hoe ze het doen? Ik heb geen idee, maar als wij een idee hebben en het is zo'n beetje in kannen en kruiken. En alles is er gefiguurzaagd en weet ik... Dan poept, komt er boven de rivieren iemand met precies hetzelfde idee. En dan vaak net 2 weken eerder, zodat hij met de eer gaat strijken. Ja, het wordt zo vaak gebeurd. Ik ben gewoon woedend erover. Net weer gebeurd. Ja, Kees Wilting. Want dan kunnen wij betalen, dan komen ze naar ons toe, dat wij het gehad hebben. Ja. Maar wij hebben niks gehad. Maar wat was nou 20 jaar geleden de eerste keer dat u dat overkwam? Dat was katten. Ja. We liepen een keer over straat en hij ziet een kat. Die kat lopen. Ik zeg, daar moeten we iets mee doen met die katten. En toen zei kat overal. En toen zei ik, een musical. Ja. En toen zijn we... Musicals, Hou even je kop, man. Nee, toen zijn we samen gaan brainstormen. Wat is dat? Hersenstormen. Dus dat je door je hersenen laat waaien. Associaties, allerlei dingen komen er binnen. Die ga je gebruiken, hè? Ach, dat is een creatief proces. Natuurlijk is dat een creatief proces. Wacht even, ik ben natuurlijk... Dat is de hele eieren. Je kop, man. Dat weet ik wel. Ik hou mijn kop niet. Wacht even, Kees en Edward, dat weet ik allemaal natuurlijk zelf wel. Ik ben niet achterlijk, maar ik moet natuurlijk... ik ben een vraagbaak tussen jullie en de onwetende luisteraar. Toen gingen wij Jezus Christus superster maken. Ja. En waar ging die over? Jezus Christus als een superster. Ja. We hadden bedacht, een zwarte Judas hadden wij bedacht. Hey, nou, maar was nog niet klaar? Of één week van tevoren, jawel hoor. Toen maakten wij de mooie en het beest. Ja. Ach. Over een mooi wijf en een lelijk beest.
Ja, dat kan natuurlijk niet een mooi wijf in een meteen dicht. Dat is delen met de kraan open. Dat is de gevoelensfresse voor musical maken. Dat was dus de derde keer dat u het overkwam. Ja, toen dachten we nog, nou, dat zou maar doorwezen. Maar het gaat maar door, Want nu hebben we recentelijk... De hoofdstad van Zuid zit de hand gemaakt. Ja. Hier is hij staan. Ach, een enorme helikopter. Helikopter is er nog van. Van Piepschuim. En die ging echt de lucht in, hè? Ging echt de lucht in. Die ging over de hoofden van het publiek. Over de hoofden van het publiek. Maar ja, zover is nooit gekomen. Nee, want toen hadden wij al een proces in onze broek hangen, want ze zeiden dat wij later waren. Goed, nou om even bij de... Nee, wacht even, want we hebben niet... straks is mijn bandje vol. Recentelijk hebben we Rembrandt de musical. Ja, en precies nog wat gedacht. Al die verloren gedenen. Al die karabijnen. Ja, en ik zie daar ook een soort verbeelding van de nachtwacht. Ja, natuurlijk is een verbeelding van de nachtwacht. Gefiguurzaagd. Ja, natuurlijk. En ik ben hier omdat u het zo beu bent dat u zoveelste musical door de neus geboord is... dat u wilt wat fragmenten van liedjes die u gemaakt heeft... voor de musical wilt u ten gehore brengen. Ja! Nou, dan wou ik beginnen met... We hadden daar gedacht, bij die hele... noem ik een voorbeeldje, bij die hele nachtwacht... Nou, op een gegeven moment gaan ze een part, de hele nachtwacht, die bas los. Dat komt alles samen, hè? Dus dat creatieve proces waar je in het zit. Het is het kenmerk van een musical dat je ook zingt wat we eigenlijk al zien dat je aan het doen bent. Ja, dat is wezenlijk aan een musical. Dus je gaat naar bijvoorbeeld schilderen. Ik ben aan het schilderen. Het is schilderij. Het wordt de nachtwacht. Ja, kijk maar hier. Ik schilder de nachtwacht op wit papier. Nou, dat is echt geweldig. En het is natuurlijk weer... Ach, weet je wat? De anatomieles. Ik ga naar de staalmeesters toe. Ik schilder een schilderij van de staalmeesters. Want ik ga naar de staalmeesters toe. En daarna loop ik weer naar het Rembrandthuis. Naar het Rembrandthuis. Och, nou ga ik dood. Och, nou ga ik dood. Dus hier gaat Rembrandt daadwerkelijk dood. Het einde van de musical is mijn dood. En is afgelopen. Ach, nou ja, het is zo... Doek! Haal het doek, bloed. Haal het. Jammer, ja, dat we toch ook dit weer niet opgevoerd gaat worden. Ik zou zeggen, volgende keer heel veel succes. Ik dank de broers Edward en Kees Wilting. Ja. Sterkte en dank u dat u met z'n beide Bergijk nog zoveel kleurrijker maakt met al uw musicals. Ja. Dag! Uitgaan. Tips over uitgaan. Uitgaan. Tips voor uitgaan in Bergijk. Hier is Wendy met de leuke tips flits van Bergijk. De postzegelvereniging van Bergijk en omstreken houdt elke zondagmiddag aanstaande hun maandelijkse postzegelruilbeurs. Het is van 9:15 ochtends tot 12:00 middags. En het is niet de bedoeling om te ruilen, maar om te verkopen. De entree is gratis en kost €2. Maar dat is exclusief e-consumptie. Dus neem je sigarenbandjes mee en geef het aan een goed doel. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ja, dankjewel voor je belletje. Ja hoor, nee, we zullen het zeggen. De gebroeders Wilting hebben een nieuw idee voor een musical. Wat namelijk? Hells Angels de musical. Oh, dat is een goed idee. Want ze twijfelen nog over de provincie de musical. Want? Nou, ze denken dat dat een beetje saai dreigt te worden. Maar Hells Angels, die musical, daar zijn ze nou hard mee bezig. Nou, als je het nou zo zegt, ik kan me toch wel voorstellen... zo'n grote zaal met allemaal gedeputeerden, of hoe heet dat? Hoe heet die figuren? Ja, provinciefiguren. Ja, en die dan gewoon eindeloos zitten te mekkeren over niks. In een gefiguurzaagd provinciehuis. Ja, van Piepschuim, want het moet natuurlijk ook niet te duur worden. Maar de Hells Angels, de musical... Wij zijn de Hells Angels.
we slaan je in. Heb jij een motor? Nee, ik heb mijn spartamet. Ja. En mag je daarmee bij de Hells Angels? Nou, als je maar gemotoriseerd jezelf voort kan bewegen. Ja, maar ik ben niet gemotoriseerd. Nee, dan mag je... Och, dan ben je eigenlijk ineens... Dan ben ik dus een van de drie die het niet zijn in Bergijk. Ja, misschien wel, ja. Of niet? Ik ben een member. Echt waar? Ja. En dat betekent? Wat mag weet je dan? Weet ik niet. Mag je dan van alles? Nou, ik ga er eens langs. Hé, trouwens, mijn tv is stuk. Auw. Wat? Ja, mijn tv is stuk. Ja, dat hebben ze mij ook. Dus dan moet ik weer wachten op Koninginnedag... voordat ik een tweedehands tv op de kop kan tikken. Dan lig ik komen doorgezopen op een vrijmarkt. Radio 30 april dus. Ja. Dan heb ik een nieuwe tv nodig. Auw!